Welkom bij deze video. In deze video zie je de voorbereidingen die we gedaan hebben voor een unieke reis die we maakten naar Portugal. Zeg maar flexibiliteit met een hoofdletter F. Ja, wij zijn Dutch Nomad Couple. Ik ben Angela. Ik ben Tino. En samen met onze dochter Filou reizen we continu de wereld rond als moderne nomaden. Vanaf december was het, ja. December 2020, hebben we voor 4 maanden in Gouda gewoond. Wat heerlijk was, echt fantastisch. Maar toen begon het wel weer te kriebelen en zijn we ons weer gaan voorbereiden op een nieuwe bestemming. Ja. In dat geval Italië. Ja, maar goed, het kreeg een hele andere wending, dus dat is wel heel verrassend. Maar dat zie je in deze video. Veel plezier met kijken. Deze dag. Heb je nog een pannenkoek? Ja. Dat is de eerste die gebakken is? Nee, die heeft al. Oh, echt? Dan zullen we er nog eentje doen dan, Filou. Oh ja, helemaal goed. Lekker rustig opstarten, kopje koffie, pannenkoekjes bakken en dan vandaag verder met inpakken. Nog een paar dagen en dan vertrekken we naar Italië, Puglia. Dus we hebben heel veel zin in. En Filou? En wat gaat er dan mee op reis? Wat gaat er mee op reis? Aap! Wat ga je missen van Gouda? Gewoon dit plekje, denk ik. Het is gewoon, we zijn ons hier echt thuis gaan voelen in dit huis. Dat heb je als je meer dan 3 maanden, ja, bijna 4 maanden ergens woont. Dan krijg je daar echt wel gevoel. Het is gewoon een leuk huis en gewoon lekker bij elkaar zijn. Oh, weer nog mee. Dat is nummer 3. Nou, dat is goed. Dat is ook een van de dingen die we gaan missen in Gouda. Alle speeltuintjes, hè, Filou? Ja. Ja, er zijn er heel veel hier. Lekker schommelen, toch? Op de glijbaan. En op de glijbaan ook, inderdaad. Is niet de wipwap. Wat zeg je? Is niet de wipwap. Niet de wipwap, hè? Nee. Ik heb ook deze. Wauw, heb je die ook? Ja. Nee, dat is mooi, zeg. Heb je die even meegenomen? Ja. Maar wat vind je nou eigenlijk het allerleukste wat we gaan doen in de speeltuin? Schommelen, ja. Heel hard. They say love is free, but it's more than you can see. We zouden eigenlijk morgen al naar Schiphol vertrekken om daar te overnachten en om donderdagochtend vroeg naar Puglia te vertrekken. Maar dat doen we niet, we hebben besloten om naar Portugal te gaan. Last minute. Het ziet er naar uit dat Puglia diep rood blijft, dus betekent dat we sowieso 5 dagen in quarantaine moeten. En daarna is het heel strikt, je bent aan huis gekluisterd. En we hadden verwacht dat het versoepeld zou worden na de Pasen, maar dat is dus niet het geval. Dus ja, we hadden echt zoiets van, dit gaan we niet doen. Dus het is even schakelen, maar gelukkig zijn we flexibel en we gaan tickets omboeken. Vrijdag vliegen we naar Portugal samen met mijn moeder. En daar gaan de terrasjes ook open. Het is gewoon veel veiliger en veel rustiger om daar naartoe te gaan. En ook geen straf, want Portugal is prachtig. We zijn er al eens geweest samen. Wanneer? Dat was nog voordat we trouwden. 2006. We kunnen nogal wat foto's laten zien. Zit je buik wel vol? Ja. Oh. Hoe was het? Vijf boterhammen. En was die met hagelslag lekker? Ja. Papa, mag ik even nieuw pakken? Nou, we hebben genoeg brood nu. We gaan lekker douchen. Ja, we gaan even wassen. Moet ik even muziek opzetten, papa? Moet ik muziek opzetten? Ik wil Nijntje horen. Nijntje? Ja. Oh, dat is altijd heerlijk om naar te luisteren. Dag, mama. Dag, mama. We zien er nog wel een beetje volwassen uit. Ja, nou lekker gedoucht en direct naar de testlocatie op 5 minuten afstand, dus dat is wel lekker. Ja, dat is perfect. Ja. Dus hij is gedaan, de neus kriebelt nog. Dus, ja. En dan vanavond horen we de uitslag via de e-mail. Ik ben benieuwd, maar ik denk dat het wel oké is. Ja, ik denk het ook. Ja. En dan kunnen we in ieder geval Portugal in. En het voordeel was ook, voor Portugal hoeven we Filou niet te testen nu. Dat had voor Italië wel gemoeten, maar Filou hoeft niet getest te worden. Dus Heel fijn. Vinden we eigenlijk wel fijn. Heel fijn. Nou, tijd voor koffie, hè? Zo is het. Kijk, Filou! Kom maar binnen.
Dankjewel. Fijn hoor. Kom, we zijn altijd op zoek naar lekkerste cappuccino. Ja. En de leukste mensen. Oké. Okay. Of het goede moed. Ja, genoeg. We maken wat houden van koffie, hè. We gaan dromen. En dan willen we in september naar de Afrika. Dan zullen we zo'n pizza hebben. Oh, ja. Kijk, en het bekende koekje erbij. Heel leuk. Nou, ik heb hier een chocolade. Oh, leuk. Kijk eens, Loek, koekje erbij. Ik ken ze wel inmiddels. Ja. Lekker, hè? Heerlijk. Ga bijten. Dat was wel weer even gezellig. Ja, zo gezellig. Maar dat is, hè, dat je gewoon echt gewoon een stukje in je hart sluit. Een periode waar, ja, dat we in Gouden hebben gewoond. Bijna 4 maanden. We hebben het zo naar ons zin gehad hier. Gewoon een beetje verdrietig voelt om weer om weg te gaan. Aan de ene kant heel erg leuk en spannend weer, een nieuwe plek. Maar aan de andere kant ook het afscheid nemen van deze plek, van Gouda. En alle mensen die we hier hebben ontmoet en vriendschappen die we hebben gesloten. Ja, ik heb gewoon een beetje een brok in mijn keel heel de tijd. Ik vind het gewoon een beetje verdrietig. Ja, hè? En jij gaat ook missen. Ja, ik ga het ook missen, ja, absoluut. Je moet snel mensen kennen, je hebt je vaste dingetjes hier, ja. Ja, zo fijn. Echt, en ook dat we hier paas hebben gevierd met mijn moeder en mijn broertje. Ja, en zus. India's en eten. Gezin, India's eten heel vaak met mijn moeder. Ook erg gek lekker. Op, wij ook natuurlijk. Ja, ja. Echt heerlijk. En mijn ouders die elke week kwamen oppassen. Ja, en, dat zijn allemaal fijne dingen die, die we hier hebben. En je hebt geschaat. Ja, ook nog eens bij ons voor de deur op de Turfmarkt. De mooiste straat van Gouda. Waar we gewoon zo lang hebben kunnen wonen. Ja. Echt superleuk. Het is inderdaad een mooi straatje. Zullen we er zo nog even wat beelden van laten zien. Ja. Nu eerst even lekker koffie. In je armen. Anne en Filou gaan nog even de HEMA in voor wat laatste boodschapjes. En ik zal jullie ook even ons straatje laten zien, de Turfmarkt, hoe mooi dat is. Zeker met het ochtendzonnetje zo. Echt prachtig. Achter mij, daar is precies dat huis waar we gewoond hebben hier aan de Turfmarkt. Daar is het centrum en je hoort de kerkklok misschien al. En dat is de Sint-Jan. Daar. Het voelt heel goed om naar Portugal te gaan. Veel vrijer, veel meer mogelijk. Dus die keuze was snel gemaakt. Alleen moeten we nu even wat dingetjes afhandelen. Zoals de Airbnb die we in Italië geregeld hadden. Die moet je dan cancelen. En dat gaat allemaal online. Alleen, ja, het is al een 30 dagen reserveringsding. Lang verhaal kort. We kregen veel minder geld terug dan we betaald zouden hebben. Dan moet je dat met de host opnemen via het Resolution Center. Allemaal gelukt, dus dat geld is terug. Tickets omboeken via Transavia. Kom dan alleen telefonisch bij hun. All operators are busy at the moment. Nou, tickets zijn geboekt. Eten is klaar. Dus daar gaan we voor ons laatste maaltje in Gouda. Heb je nog wel ook een beetje kaas er doorheen? Nee. Dat is duidelijk. Goed, wat heeft mama lekker gemaakt? Ik ben nu aan het pasta. Oh, pasta. Smaakt het goed? Ja. Ja? Zo lekker. Knap hoor. Was je aan het balletten? Met je been. Hoe deed je dat dan? Oh! It's the beat of you and me. Zo! Ja, ik ging naar heen, papa. Ja, welterusten. Lekker slapen dan. Welterusten, Rijn. It takes more than bills to show up. Kijk dan ook mee. Die gaan ook mee. Zo. Nou, dat loopt allemaal voorspoedig. Eigenlijk alles is ingepakt. Mijn ouders zijn net gekomen. Die passen even op Filou. Maar dan moeten we nog even wat regelen om wat doosjes terug te brengen naar Dordrecht. Auto inleveren, even wassen, spullen erin doen, naar Dordrecht. Ja, dat zijn allemaal van die dingen die even geregeld moeten worden. Maar nu eerst de telefoon. Hoi Mary.
Hoi. Oh, oké. Psa. Bedankt, hè. Bedankt. Daar gaan we. Ready. Naar het station. Naar het station. Het was even een... We hebben niet veel gefilmd van het inpakken. We waren vrij vroeg begonnen. En dan moesten we... Ja. Ik denk, oh. Vaak in die kleine dingetjes toch nog, hè. Maar het is allemaal gelukt. Ja. Wat heb je op je rug? De rugzak van ja. Mij. Wat heb je in je rugtas gedaan? Allemaal boekjes. Allemaal boekjes? Ja, van mij en van Boel Boris. Van Boel Boris ook? Ja. Wat ga je doen vandaag dan? Op reis. Oh. We gaan weer op reis. En het is zo leuk, want Filou die is zo opgetogen en van, we gaan op reis. Ze beleeft het weer zo anders dan een half jaar geleden. En daardoor word je zelf ook weer van, ja, we gaan weer op reis, weet je. Voor ons is dat zo normaal. Maar voor haar is het echt gewoon, ja, het is zo verwonderd en zo geweldig. Mooi, raak je zelf ook helemaal enthousiast van. Enthousiast, ja. We hebben echt een groot probleem. Dat ging fout. Dat ging niet goed. Nou, nu blijkt dat we voor Filou ook een negatieve PCR-test moeten hebben. Maar dat betekent dat ze dus ook echt niet aan boord mag. Ja, een schok. Niks aan te doen ook. Echt gewoon super stom. Kost een hoop geld. Echt super. Nou, gooi hem nu maar weg. Gooi hem maar weg, de appel. Dit is niet de Portugese zon. Dit is de zon in de achtertuin bij mijn ouders in Veenendaal. Zoals vanmorgen stonden Filou, ik, Ann en oma netjes klaar om in te checken. Nou ja, werden we geweigerd omdat bleek dat Filou ook een PCR-test moest hebben. Ja, dan kan je hoog of laag springen, die hadden we niet. Anders met de moeder wel gevlogen naar Faro. Ik ben met Filou hier gebleven. We hebben vanochtend in Amsterdam nog een PCR-test laten doen. Ik zelf moest ook weer een nieuwe, want anders haal ik die 72 uur niet. Precies om een paar uurtjes. Hij is geldig tot 9 uur morgenochtend en de vlucht gaat om 10 uur. Nou ja, al met al hoop gedoe. Maar ik kijk ernaar uit om morgen richting Faro ook te gaan en van de Portugese zon te gaan genieten. Ik word nu weer vertroeteld door mijn ouders thuis. Dat is ook alweer fijn af en toe. Dus ja, het leven van reizende nomaden. Goed idee dat we die step hebben meegenomen. Die klik je uit elkaar en dan in de rugzak. Dus die had ik nog bij me. Ja. Heeft ze gelijk weer plezier van. Dat is toch het lekkerste wat er is, hè? Schommelen. Ja. Dat was even schakelen daar voor de incheckbalie. Ja. Maar we leren nog meer dat inderdaad reizen tijdens corona betekent ook flexibel zijn. Ja, ergens hadden we het ook al ingecalculeerd van nou ja, wie weet, hè, er kan wat gebeuren. Nou, dat is dus ook gebeurd. Ja. Maar goed, ja, we zijn ook wel gewend aan die flexibiliteit en om te reizen. Dus uiteindelijk hebben we ons niet heel druk gemaakt. Gewoon gekeken van oké, hoe gaan we het nu oplossen? Ja. En dat hebben we gedaan. En het pakte uiteindelijk ook nog wel heel goed uit. Iets zo, wat we achteraf niet, gezien. Ja, achteraf. Ja. Want, ja, we hadden het niet zo gepland. Maar achteraf gezien hadden we het misschien wel zo moeten plannen. Want het was heel fijn om met mijn moeder nog een laatste reis te maken. En dan echt samen te zijn. Samen op te stijgen in het vliegtuig, het gevoel van onderweg zijn. Dat samen delen met mijn moeder, ja, dat is gewoon, ja, was gewoon zo'n mooi en magisch moment. En echt ook een nachtje samen in ons huisje gezeten. Ja. En samen 's ochtends aan het ontbijt. Echt alle aandacht en alle tijd voor elkaar. Ja, dat is gewoon echt een cadeau. Het moest gewoon zo zijn, geloof ik. Ja, en voor jou ook uiteindelijk, Filou. Ik moet eerlijk zeggen, het was best
stoer om met mijn dochter te reizen. Ze deed het hartstikke goed. Ze vond het hartstikke leuk in het vliegtuig. Echter! Is die er? Ja! Wauw. Het rode! Maar het is allemaal gelukt. We zijn ingecheckt nu. En nou, dat ging beter dan gisteren. Vliegen? En nu gaan we vliegen, hè? Zo! Zo doet hij inderdaad, ja. Oh, leuk, hè? Maar waar is het vliegtuig? Oh ja, zeg. Wauw. Zit mijn patis daar te roken op? Oh, inderdaad, zeg. We zijn goed aangekomen hier op Faro. We hebben een hele rustige, goede vlucht gehad. Ging echt perfect. Nu snel de huurauto ophalen. Kunnen niet wachten om nu naar Lagos te gaan en naar mama en naar oma. Hé, Filou? Gezellig zo lekker bij elkaar even. Ja. Mama gaan missen. Papa, ook bij je liggen? Papa ook bij je liggen? Ja? Dit is mijn plek. Is dat mijn plek? Ja, dat is jouw plek. Oh, oké. Okay. Ja. De volgende video gaat over het tweede deel van onze reis door Portugal. Gaan we naar de oostkant van de Algarve, waar we een prachtige locatie hebben aangedaan. En daarna zijn we teruggegaan naar Nederland. Zoals je ziet zijn we nu in Nederland. En de reden waarom, dat vertellen we je ook in de volgende video. Subscribe op ons YouTube kanaal, like deze video en voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Ja. Doei! Nou, mooi toch? Ja. Nou, uit.